Natuurlijk een prachtig artiest. Natuurlijk een hele grote artiest in de Nederlandstalige rap. Hij heeft onder andere in 2001 is hij winnaar van Poetry Slam. 2002 werd hij deelnemer aan de grote prijs van Nederland. 2003 is hij met een plaatcontract met Warner Music. Eerste hitsingle. Waar gaat dit heen met Karima? De opbrengst gaat naar de Amnesty International natuurlijk. Tweede hit. Dus in 2004 kwam hij met een tweede hit. Een hit met nummer 2 stond Ik Ben Je Zat. En nummer 1. Wat zou je doen met Marco Borsato? Het eerste album Leven van de Straat wordt gereleased op zijn eigen label Spek. Het best verkochte hip-hop album, winnaar Zilveren Harp, popprijs, MTV Award, Stad is Theater door Ali B vertelt het leven van de straat. Hitsingles Rampeneer met de Party Squad, hitsingle Ghetto met Akon en Aiken en Yes R. Winnaar MTV. 2005 was het beeld in Madame Tussauds. Natuurlijk nog allemaal verder leuke dingen. Ga naar rdb.nl voor allerlei informatie. Ja, even kijken naar 2013. Programma Ali B op volle toer. Getrost seizoen 8 afleveringen. Jurylid X-Factor. Registratie Ali B geeft antwoord op tv. Hij is coach van The Voice of Holland.
blijft een geweldige plaat natuurlijk. Ali B met Bryce, ik ben je zat. Ah, wat ik zei, Ali B is natuurlijk een prachtig artiest. Natuurlijk een hele grote artiest in de Nederlandstalige rap. Hij heeft onder andere in 2001 is hij winnaar van Poetry Slam. 2002 werd hij deelnemer aan de grote prijs van Nederland. 2003 is hij met een platencontract met Warner Music. Eerste hitsingle, waar gaat dit heen met Karima? De opbrengst gaat naar de Amnesty International natuurlijk. Tweede hit, dus in 2004 kwam hij met een tweede hit. Een hit met op die nummer 2 stond Ik ben je zat. En nummer 1, wat zou je doen met Marco Borsato? Het eerste album Leven van de Straat wordt gereleased op zijn eigen label Spek. Het best verkochte hiphop album, winnaar Zilveren Harp, popprijs, MTV Award, Stad is Theater door Ali B vertelt het leven van de straat. Hitsingles Rampeneer met de Party Squad, hitsingle Ghetto met Akon en Aiken en Yes R. Winnaar MTV. 2005 was een beeld in Madame Tussauds natuurlijk nog allemaal verder leuke dingen. Ga naar adb.nl voor allerlei informatie. Ja, even kijken naar 2013. Programma Ali B op volle toeren. Tros seizoen 3 en 8 afleveringen. Jurylid X-Factor. Registratie Ali B geeft antwoord op tv. Hij is coach van The Voice of Holland. Start eigen productiehuis Noordzee. Camel met Najib Amali. Nieuwe tv-programma Ali B en de 40 mensen in het tv-lab. En start vierde theatervoorstelling Ali B bekend. Heb jij hem gemist? Dan gaan we eventjes naar, een klein fragment luisteren. Want... volgens mij, dan moet ik even kijken waar ik hem heb staan, dat fragment. Een leuk fragment is het wel, dames en heren. Echt een, ik ben er niet geweest, maar ik vind hem, ik vind hem eigenlijk wel bekende theater. Hij heeft het wel goed voor elkaar, vind ik. We gaan even een klein stukje naar het nummer luisteren. En dan gaan we even een heel klein stukje naar luisteren. Zometeen natuurlijk even meer nieuws. Maar eerst even een klein stukje Ali B met bekend theatershow 2013-2014. Het is wel een trailer, maar zo gaat het, heeft het eruit gezien. In 2004 vertelde Ali B het verhaal. Op dat moment springt Otje in één keer voor. Had jij ons gewoon binnen laten? Huh? Misschien heb ik nog wel een mooie stofzuiger voor je, is gevallen van de vrachtwagen. Eén liedje raakte mij zo diep in de kern van mijn ziel dat mijn hele lichaam wel moest bewegen. Jullie ook, hè? Ja. Ik ging zitten, ik denk, nou weet je wat ik zeg van hoe het zit. Ik zeg, mama, ik ben gokverslaafd. En je geld is weg. Alles is weg. Geld is weg. Ik ben wietverslaafd. Ik heb geen controle over mijn leven. Ik probeer te stoppen. Het lukt me niet, mama. Het lukt me niet. Alles is weg, mama. Natuurlijk, Ali B op volle toeren. Uiteraard is ook binnen misschien wel weer terug te lezen. Misschien als je zegt van ik wil Ali B bekend nog een keer kijken, dan moet je hem even zoeken op internet. Dan moet je even kijken of je hem nog te kopen. Misschien moet je hem wel even kopen. Of je moet hem misschien nog wel eventjes ergens op zoeken. Misschien dat die aflevering nog wel, die theatershow nog wel ergens erop staat. We gaan door met Brain Power met de dansplaat. Een geweldige plaat uit de film. Afblijven natuurlijk. Daar is, is ook een clip van gemaakt. Met Brain Power, het verhaal zegt het al. Karksley had een boek gemaakt over afblijven. Daar is een film over gemaakt. En dat ging over drugs. En een meisje ging aan de drugs zitten. En ja, ze moest er vanaf komen. Ze wilde zo graag, in een dans videoclip, hip-hop dansen. Maar de ouders die waren er niet mee eens. Want de ouders die waren van klassiek. Van klassiek, die hielden meer van klassiek en die hielden niet van hip-hop. En dat meisje heeft meegedaan, die zit ook in de videoclip van Dansplaat. Hele mooie shit, hele mooie film. Brain Power heeft zelf ook nog wat teksten gezegd, een prachtige teksten. Ik zou zeggen, kijk naar die film, want het is een serieuze leuke film. Maar ook een wijze film, want voor mensen die nog kinderen hebben en die zeggen van... ik wil mijn kinderen wel bewust maken van afblijven van drugs en wat doet drugs met je... Nou, dan is
Afblijven, de film, een heel goed stuk voor jullie. Want Afblijven is een prachtig... ik mag geen reclame maken eigenlijk, maar... Ja, nou, de mooie complicatie... laat je kinderen maar zien Afblijven en dan gebeurt het... hopelijk leren ze les over... dan leren ze misschien wel de les van Afblijven van drugs. Hier is, dames en heren, Brainpower met Dansplaat. Hierna komt lang een Franse Baas B met Zinloos. De zorgen in je kop zijn bovenal grauw. Dus je partyt er een bos over, oh wow. Je doet wel braaf.